4 jaar geleden kwam met mij de voetbal bij Egmondia eindelijk een keer goed op gang. En de meiden toen van 15, 16, 17 jaar, die wilden feitelijk graag een eigen onderkomen. Omdat ze ook bij een andere vereniging dat hadden gezien. Ja, we hebben nog 2 kleedkamers die al vanaf 1949 in gebruik zijn. Die zijn toen gebouwd toen het Egmondia-complex werd gerealiseerd hier. En die werden toen niet meer gebruikt. Maar we hebben toen tegen de meiden gezegd en hun ouders van joh, gaan jullie gang. Wij stellen verf en andere dingen beschikbaar. Zodat jullie een mooie kleedkamer, 2 mooie kleedkamers voor jullie zelf kunnen maken. Ze wilden namelijk zelf een onderkomen hebben, een kleedruimte hebben die meer aan hun eisen voldeed. En ook aan hun kleuren voldeed. En dit hebben ze toen 4 jaar geleden met hun ouders zelf gerealiseerd. Ja, die meiden die komen hier graag. Het is een eigen werkstukje natuurlijk. Maar ja, de meiden die toen 15, 16 waren, die zijn inmiddels 21. En die zijn met zo'n groot aantal. We hebben hier 2 douches in deze ruimte. En dat vinden ze feitelijk even te kort voor hunzelf. Dus het vrouwenteam dat maakt gebruik van gewoon een grote kleedkamer naast de kantine.